lieve kijkers. Welkom op mijn kanaal veganlounge.nl. Ben je nog geen abonnee? Klik dan hieronder op het rode knopje. En daarnaast klik op het belletje. Want zodra ik weer een hele leuke video voor jou heb, en dan krijg jij een notificatie. Prima! Nou, vandaag ga ik een heerlijke, verfrissende, supersmakelijke sapje maken. Nou, dit sapje is rijk aan één van mijn favoriete kleuren, namelijk oranje. En de ingrediënten zijn wortel, appel en gember. Nou, ik gebruik bospeen voor deze sapje. Je mag ook winterpeen gebruiken, wat je wil, als het maar wortelen zijn. En daarna heb ik twee zoetsappige appeltjes. Je mag natuurlijk allerlei soorten appels gebruiken wat jij lekker vindt. Daarna heb ik 1 duimpje gember. Je mag ietsjes meer, ietsjes minder. Nou, dit verfrissende sapje biedt antioxidanten, elektrolyten en de helft van je dagelijkse behoefte aan biotine. Nou, biotine is een belangrijke B-vitamine, namelijk vitamine B8. Vitamine B8 is namelijk ook bekend als vitamine H vanwege zijn rol bij het bevorderen van haargroei. Biotine is ook nodig voor een gezond metabolisme en speelt een rol bij het reguleren van de bloedsuikerspiegel. Goed, als eerste begin ik met de wortelen. Ik ga ze heel goed wassen en schillen. Nou, wortelen zijn de rijkste plantaardige bron van vitamine A en een bron van kalium. Nou, hier gebruik ik ongeveer 500 gram. Goed, ik heb de worteltjes goed gewassen, geschild en klaar om in mijn sapcentrifuge te doen. Volgende ingrediënt ga ik voorbereiden. Dat zijn namelijk de appeltjes. Nou, appels bevatten in het algemeen antioxidanten die helpen om goed cholesterolwaarde in het bloed te beschermen. Goed, ik heb de appeltjes goed gewassen, geschild en in 4 stukjes gesneden. En daarna gaan we naar het laatste ingrediënt en dat is gember. Gemberwortel vermindert namelijk de misselijkheid, pijn en ontstekingen en zorgt voor verlichting van het maagzuur. Het helpt ook de spijsvertering en kan het metabolisme van het lichaam helpen stimuleren. Als je geen sapcentrifuge hebt, maar alleen een blender, dan kan dit namelijk ook. Maar je hebt daarna wel een zeef nodig, want dan zeef je natuurlijk al het bulk eruit en er komt alsnog de sap vrij. Op dit moment gebruik ik de sapcentrifuge. Mocht je interesse hebben in de sapcentrifuge, hieronder is een link. Klik daarop en dan zie je heel veel mogelijkheden van sapcentrifuges. Hier ongeveer 200 milliliter wortelsap. Goed, de volgende ingrediënt gaat erin en dat zijn de appels. En het appelsapje is ook lekker geperst, moet je kijken, heerlijk schuimig, gewoon pure appelsap en het ruikt ook heerlijk fris. Deze is ook ongeveer 200 milliliter, zoals de wortelsap. Wat ziet het er toch weer heerlijk uit. Nou, het sapje van de gember moet er ook in, dus ik ga een heel klein slokje nemen, zodat ik wat ruimte heb. Even proeven. Oh god, goddelijk lekker. Wortel en appelsap, oh my god. Goed, gember moet er natuurlijk ook bij, dus dat is onze volgende stap. De gember die snijd ik ietsjes dunner, omdat ja, die heeft van die slierten. Dus dat vindt de sapcentrifuge niet zo prettig. Met een slow juicer maakt het niet uit, want die pakt gewoon echt alles. Alleen mijn sapcentrifuge heeft een beetje moeite met gember, maar dat maakt niet uit. Gewoon aanpassen, ik pas me aan.
Goed, en daarna hebben we onze gembersapje. Nou, het gembersap is ongeveer, ja, 1 eetlepeltje. Maar dat maakt niet uit, want het is heel sterk. 1 grote duim is heel erg sterke sap. En dat gaat natuurlijk ook mijn flesje in. Mijn drinkflesje. Zo. En dat was het. Goed, ik heb alle ingrediënten ingedaan. Ik ga eventjes roeren. Zo, kleine pulpjes die gaan nog omhoog. Dus even roeren. En een moment van de waarheid. Ik ga lekker proeven. Oh. Oh, wat ziet het er lekker uit. Moet je het schuim kijken. Oh, dit is toch lekker en gezond, joh. Als je dit dagelijks drinkt, oh mijn god. Of een heerlijke sapkuurtje voor een week. Alleen lekker sappen, sappen, sappen. En dan kan je alles gebruiken wat je wil. Selderij kan je gebruiken. Bieten, sap. Och, noem maar op. Rijk aan fruit en groenten. Ik ga proeven. Heerlijk. Ik zou hier echt geld voor betalen. Als dit in een kraampje stond, ik zou hier geld voor geven. Absoluut. Absoluut. Och, zalig. Lekker zoetig appel, worteltjes, sapjes. Klein beetje bitterheid van de gember. Ja. Geweldig. Nou, ik ga straks nog genieten. Doe nog een klein beetje vitamine C poeder erbij. Ik ben een beetje verkouden vandaag. Maar goed, ik ga dit even dagelijks drinken. Want ik... Een paar dagen geleden voelde ik me ook niet zo lekker. Dit wordt het dan mijn dagelijkse drank. En dit doe ik in de ochtend. Je mag het ook natuurlijk voor tussendoor doen. Of in de avond voordat je gaat slapen. Maar in ieder geval een heerlijke verfrissende sapje. Ik heb het niet overdreven. Het is echt heerlijk. En kijk die kleur. Mijn favoriete oranje kleur. Goed. Mochten jullie deze video een geweldige video vinden... Vergeet dan niet een blauw duimpje omhoog te doen. Gewoon een blauw duimpje omhoog. En deel deze video met jouw familie, met jouw kennissen en met jouw vrienden. Want deze voordelen van dit sapje, dat verdient gewoon echt iedereen. En nogmaals, het is heel, heel erg gemakkelijk om te maken. Als je thuis een slow juicer hebt of een sapcentrifuge, haal die dan uit de kast. Even de stofzo eraf en ga juicen. Ga sappen. Dan ga ik afsluiten. Ben je nog geen abonnee? Klik dan hieronder op het rode knopje. En daarnaast klik op het belletje. Want zodra ik weer hele leuke video's voor jou heb, dan krijg jij een notificatie. En dan zie ik jullie natuurlijk weer de volgende keer. Dag!